Maurice, vandaag een speciale dag, hè? Hele speciale dag. Memorabele dag, want we zijn in Eindhoven. Oh, kijk eens aan. Wat een sfeer, zeg. Oh, oh. Nou goed. Genoeg sfeer. Ja, hier is al sfeer, maar we gaan naar nog meer sfeer zoeken. We gaan naar het bankzittersfeest. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren. Pilske vatten. En wij gaan onafhankelijke media zijn vandaag. Het wordt gewoon eerlijk onze mening geven over het bankzittersfeest. Het werkt dus als volgt, dit wordt een documentaire. Dit wordt serieus onafhankelijk kijken. Want in die bankzittersvideo, die jullie waarschijnlijk al hebben gezien, en maken ze het mooier dan het is, dat is pure propaganda. Maar wij zijn hier en we gaan kijken hoe het ervoor staat. Wij hadden niet eens tickets, maar wij hadden een kleine glitch gevonden en nu zijn we er toch. En we hebben er zin in. Nou trouwens... Ja, we zijn onafhankelijk. Wij staan er neutraal in. Het zal nou 6 uur zijn. Eigenlijk om 8 uur begint het, maar daar hebben wij heel veel scheid aan. Wij komen gewoon later, want coole mensen komen later. En wij zijn cool of niet. Hey. Dikke. Vette. Wacht je, ik denk dat je niet helemaal er... Je moet hem iets lager doen. Nee. Zou je Kijk, je ziet hier de sfeer in Eindhoven. Het begint al een klein beetje te borrelen. Ik denk, over een uur staat het die bom vol. We zijn 2 uur verder en het Eindhoven, het pittoreske Eindhoven waar we net zo blij van werden, is nu stiller dan ooit. Kan maar 1 ding betekenen. Ellende. Daar zitten we dan, we zitten er mentaal volledig doorheen. We dachten we gaan even, voordat het begint, gaan we lekker op het terras zitten en we genieten ervan. De horeca in Nederland is stervende, er moet echt iets aan gebeuren. Dus 1,5 uur gewacht op een zak met chips. Ik vind dat niet kunnen. Maar nu moeten we ons herpakken. Wat verwachten we ervan? Ik verwacht verboedering. Ja. We willen ook een soort van voorspelling doen. In de comments ook. In de comments doe gezellig mee. Hoeveel vrouwen zullen er rondlopen? Jij schatte op 10. Van de 200 even. En we gaan ze allemaal tellen. Gaan we ze ook allemaal interviewen? Nee, maar we gaan wel het burgerservice nummer noteren als dat goed is. En niet bij jou rest. Ik zet hem uit, ja. Wat? De audio? Nou ja, als jij dat wilt. Ja. Er staat gewoon een behoorlijke rij, mensen. Maar wij lopen er gewoon langs. Want wij staan op de gastenlijst. Dus dat gaat hartstikke goed komen. Mensen, we hebben onderschat wat voor een ongelofelijke teringbende dit hier is. Kijk. Echt bomvol. Dus dit kunnen we niet eens in beeld brengen. Dit wordt onmogelijk om in beeld te brengen. We gaan over op de telefoon, we gaan volgen. Goed. En dat wil ook nog wel eens mooie beelden opbrengen, maar iets minder mooie beelden, als je snapt wat ik bedoel. Ik had het toch een beetje onderschat. Ik dacht, de gastenlijst houdt in dat je overal langs mag. Maar we staan nu als enige nog voor de deur. Degene met de gastenlijst die is kwijt. Dus het is nog even doorbijten. Dit gaat zeker meetellen in de rating. Misschien doet Raoul mee met prankoorlog. Misschien staan we er helemaal niet op, joh. Ja, maar dan gaan we zeker terugpranken vanavond. Ik ga een boogiebom op Raoul gooien. Ik heb zojuist voor 100.000 euro aan bier besteld. Dat is echt superveel. Wat me ook weet dan. Brandoorlog. Oké, we zijn een uur binnen geweest. We staan nu even buiten, want het is oprecht 40 graden. Dus qua ventilatie krijg ik een dikke nul. Zie je op de foto? Kom je wel aan de video? Ja, dat vind ik goed. Zeg even dat iedereen een duimpje omhoog moet doen. Duimpje omhoog iedereen! En ik heb wel 2 keer aan de rad gedraaid. 2 keer jackpot, dat wel. Maurice heeft 0 keer jackpot gedraaid vanavond. 0 keer. Ik heb 2 keer jackpot gedraaid. Wieltje draaien. Kak! Wieltje draaien. Wieltje draaien. Blijven draaien. Wieltje draaien. Maurice heeft 0 keer jackpot gedraaid. We gaan nu terug naar binnen. Ik zeg altijd, een grap is voor de eerste keer leuk, maar voor de tweede keer nog leuker. Ik ben benieuwd of het voor de tweede ronde net zo lachen wordt. Nou, dit wordt alleen maar beter. Mijn favoriete liedje ooit. Kom nu gewoon op. Vamos a la playa. Ah, ik kan toch niet laat hoor. Aanvankelijk leek alles goed te gaan tijdens het optreden. Maar langzaam maar zeker werd het steeds grimmiger. Er vond een incident plaats waar wij pijnlijke beelden van hebben. Trigger warning, dit kan als schokkend worden ervaren.
De live performance was hartstikke goed. Maar helaas ging het daar wel mis. Toen liep het eigenlijk wel uit de hand. Ja, ik ga het gewoon zeggen, er zijn mensen verdrukt. Het werd druk. Iedereen was er. Milo ook. Er was drukte. Iedereen wilde naar voren. En het was duwen, duwen, trekken, duwen, 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 trekken, duwen. En op een gegeven moment hoor ik... En ik zie een heel klein handje. Zie ik omhoog komen. En ik weet niet of het Roel van Velzen was. Maar op het moment dat ik zou sterven, dan zou ik niet roepen... Ik ben Roel van Velzen, help. Help, help. Het schijnt zelfs dat Roel van Velzen in het publiek stond. En die heeft het einde van de avond niet gehaald. Wat dat betreft zijn we een groot man verloren. Of... Nou, je kan er wel makkelijk over praten. Ja, maar dat zou misschien kunnen omdat ik... Ja, omdat ik echt een hekel aan die vent. Een klein beetje naar achteren, want ik word veel te druk. Mensen raken in verdrukking. Een paar mensen in het ziekenhuis, maar het gaat niet zo. Een beetje ruimte creëren alsjeblieft. Er zal wel anders dan ik fietsen kan verleren. Factureren. Meester, meester plussen. Terwijl Koen en ik de opbrengst van het rad deelden, was Maurice een meesterplan aan het voorbereiden. Hij bereidde een bod van €105 voor een Moët-fles. Klinkt dat als een kut idee? Dat zou kunnen, want dat is het ook. Maar goed, ik vind het prima, ik heb het niet betaald, dus dat heeft hij gewoon lekker zelf gedaan. Ik heb een Moët-fles voor €104 besteld, maar weet je wat ik altijd zeg? In een week zitten 7 dagen, maar in een weekend zitten maar 2 dagen. Dus je moet extra genieten van die dagen dat je weekend hebt. Vandaag is het maandag trouwens. Dat staat helemaal nergens op. Eten? Huh? Zullen we hier wat eten bij Antoon? Dat is van het nummer hyperventilatie. Gewoon besteld, hè? Antoon. En zo zie je Eindhoven ontwaakt. En wij ook. Ja, toch wel een hele leuke avond eigenlijk. Het was een leuke avond, maar het was ook een beetje een rare avond. Hoe was de eerste indruk? Nou, de eerste indruk, kijk, we werden warm onthaald. Door de mannen. Ja. Ik kan wel zeggen, het zijn wel mensen. De bankzitters zijn mensen. Misschien zelfs mensen. Jij zou niet zo ver willen gaan om ze mensen te noemen. Nee. Wij stonden dus een beetje in die hoek met andere mensen die ook op de gastenlijst stonden. Wij stonden op de gastenlijst trouwens. Stond je op de gastenlijst? Ja. Wij stonden op de gastenlijst. Jezus. Wij stonden op de gastenlijst. Wij als onafhankelijke media stonden op de gastenlijst. Ben je daar nog wel onafhankelijk? Dat sowieso, maar we stonden daarbij opgeteld ook op de gastenlijst. Voelde je je ook beter? Dan de rest? Ja? Ja. Maar dat heb ik altijd al gehad. Over die gastenlijst, daar wil ik ook nog iets over kwijt, want... Nou ja, wij hebben 35 minuten voor de deur moeten wachten. Nu voelde ik me toch als iemand die op de gastenlijst staat, toch wel behoorlijk in mijn hemd gezet. Spreekwoordelijk. Ja. En wat was het grootste dieptepunt? Ja, het grootste dieptepunt vond ik toch wel dat ik het draad op Milo zijn hoofd heb laten vallen. Ja, voel je daar nog steeds schuldig door? Nee, totaal niet. Dus over het algemeen, een goede avond. Maar volgend jaar, zorg ervoor
dat er iets minder mensen op die gastenlijst staan. Want we vonden het iets te druk worden daar. Nee, maar even een serieuze noot. Dit is een serieuze noot, jongens. Ik wil de bankzitters enorm bedanken voor het uitnodigen. En we hebben hartstikke veel lol gehad en we hebben echt een hele leuke video opgenomen. Op kunnen nemen. Ik breng het een beetje goed in beeld zo. Ja. Bankzitters enorm bedankt dat we mochten komen. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Super jongens. Echt waanzinnig georganiseerd. Het was leuk. Het was lachen. Ga nou volgend jaar gewoon een ticket kopen voor het Bankzittersfeest. Maar dat lukt je toch niet trouwens. Nee, dat heeft helemaal geen zin. Als je het kan, dan zou ik het zeker doen. Mensen, abonneren!